Zo'n heel groot rood bord met stop. Nee, ik wil absoluut geen kinderen meer. De vorige keer in Tienermoeder weer zwanger zag je hoe Mariah met 34 weken veel te vroeg weeën kreeg en met spoed naar het ziekenhuis moest. In deze laatste, extra lange aflevering vertelt ze uitgebreid over de bevalling en ga je eindelijk kennis maken met haar kleine jongetje. Iedereen dacht eigenlijk dat ik zou bevallen met 34 weken. En met 6 centimeter ontsluiting stopte het. Dus toen stopte mijn weeën ineens, alles viel weg. Toen tegen advies van de dokter eigenlijk in ben ik naar huis gegaan met 6 centimeter ontsluiting. En toen met 36 weken en 5 dagen braken mijn vliezen. Vanochtend om 6:15 zijn mijn vliezen gebroken. En toen kwam de verloskundige thuis bij mij. En die heeft het gecontroleerd en die zei inderdaad, de vliezen zijn gebroken. Ik lig nu nog aan de CTG hartfilmpje. Die wordt zo gemeten, van die bandjes aan mijn buik. En nu is het afwachten tot ik weeën krijg. En als de weeën niet uit zichzelf komen, dan gaan ze uiterlijk met 37 weken, dus over 2 dagen, de weeën opwekken. Met infuus waarschijnlijk. Toen begonnen mijn weeën, om 4:54 s'nachts, zoiets. En toen kreeg ik in de nacht al een appje van oké. Nou, ik begin nu wel wat pijn te krijgen. Kan ik nog wel een beetje wegpuffen? Wie weet blijft het nog wel uit, zeg maar, de ontsluiting tot ik echt 37 weken ben. Rustig gaan. Op een gegeven moment wel de verpleegkundige geroepen van, kan de verloskundige komen om te kijken hoeveel ontsluiting ik heb. Toen uiteindelijk kreeg ik een half uur later een appje van oké, je moet nu komen, want ja, ik heb nu echt wel heel veel pijn. Nood en dek, want toen was het allemaal in één keer heel snel. En toen voelde ik echt van, oké, ik ga nu echt bevallen. Toen hebben de vader van de kinderen opgehaald, want die is op de route. En toen kreeg ik in de auto een appje met, jullie gaan het niet redden, want ik mag persen. Ik zit op 9 centimeter, dus jullie moeten echt opschieten. Goed, hij is de hulp gebeld of ze de hoofdingang wilde open doen, want dat is sneller rennen. Buiten adem kwamen ze binnen in de verloskamers. Ik had wel een beetje met ze te doen, maar ze waren in ieder geval op tijd. Wat is dat? Zij zat een decolleté. Zij zat tiddies net. Jongen, ik heb toch geen tiddies? Ja, maar op die video's lijkt het alsof je tiddies hebt. Ach wel, nee. Hou op. Hé, ik heb een dik hoofd hier. Ik moet vloggen en dan ga jij het toch niet op? Ik heb een dik hoofd hier. Het gaat bevallen hoor. Hij heeft een heleboel wakker gemaakt. Ik denk ongeveer een kwartiertje later zoiets. Dus Kane geboren. Dus het ging echt super snel. Ze waren er echt net op tijd. Ik ben wel heel blij dat we er nog bij konden zijn. Maar het ging heel snel en toen hij eenmaal was, toen nou ja, in tranen en ja, was wel heel mooi. Nou, bij deze wil ik jullie allemaal laten weten dat ik vandaag vanmorgen om 6:17 bevallen ben van een supergezonde zoon. En zijn naam is King Tyler Jax. En alles gaat goed. Hij is geboren met 36 weken en 6 dagen. Dat betekent dat hij iets te vroeg is. En dat is de reden dat we nog 24 uur na de bevalling in het ziekenhuis moeten blijven samen. Desondanks ben ik super gelukkig. Ik ben super blij en ik voel me goed. Ik heb wel wat last van naweeën, maar goed, dat hoort erbij. Ik ben blij dat met Kane alles goed is. Ik ben super gelukkig, super blij met allebei mijn kindjes. En misschien kan je hem horen op de achtergrond. De vader van de kids heeft de navelstreng doorgeknoopt en heeft Kane aangekleed. En echt gewoon zoals dat ik het wou, in principe. En dat is gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Hij heeft een grote bos haar, zoals je kan zien. Hij is het even niet mee eens, dus ik ga hem even lekker oppakken en lekker bij me houden. Dan kan hij even lekker rustig in slaap vallen. Hoog tijd om Kane te ontmoeten. Nou ja, een beetje dan. Want waar we grote zus Marley uitgebreid mochten filmen, houdt Mariah haar kleine mannetje liever nog even voor zichzelf. Ja, ik ben half Surinaams, dus wij zijn met kleine kindjes, newborn, zeg maar, best wel een beetje beschermend nog. Inderdaad zien, foto's delen, dat soort dingen. Vanwege dat kleine kindjes nog best wel puur zijn en heel erg onschuldig nog en zo. En we dat graag nog even voor onszelf willen houden, dus nog niet... willen delen met iedereen, zeg maar. Later als die wat groter is, vind ik het niet zo'n probleem. Vind ik het wel goed. Dan wil ik ook zelf wel weer foto's delen. Dat doet mijn Marley nu ook. Maar nu dat hij zo klein is, nog liever niet. Zijn lieve gezichtje hou je dus te goed. Maar dit mogen we wel weten.
Mijn zoontje Kane is op 6 december geboren. Ja, gezonde baby voor het termijn waarop ik bevallen ben. Volgens de theorie is dat 1 dag te vroeg. Dus hij is in principe een prematuur baby. Maar het is niet aan hem te zien, dus gaat goed. Ik vond het heel speciaal om Kane voor het eerst te zien. En ik dacht, oh, daar heb je zo lang op gewacht. En de naam wist ik niet. Dat vond ze ook weer heel leuk, blijkbaar dit keer, om alle schuim te houden. Dus ik mocht dit keer helemaal niks weten. Verder was hij heel klein en heel lief. En echt weer een knap kindje. Ze maakt alleen maar knappe kinderen. Goedemorgen. Wij zijn net wakker. Hè? Het is vroeg, hè? Ja, jij was vroeg wakker. Kane die slaapt nog, dus die gaat ze meteen ophalen boven. Kijk. Ja, wat is dat? Marley wil graag zelf doen. Alles, momenteel. Ja, wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja. Ja. Nee, dat kan niet, schat. Marley wordt een beetje boos. Voor Marley het wennen met Kane thuis, dat is voor haar best wel even gek. Ze was heel erg jaloers in de eerste 2 weken. Zullen we Kane even ophalen? Ik vond het ook echt niet leuk als hij bij mij lag of als hij borstvoeding kreeg. Dan werd ze heel jaloers en dan wilde ze gelijk bij mij komen zitten. Of dan, als het dan even niet kon, dan werd ze boos. Probeerde ze hem een tik op zijn hoofd te geven. Of echt wel dingen waar je echt op moet letten, zeg maar. Ik ben blij dat het nu goed gaat. Dat bevalt goed zo nu met 2 thuis. Ga je lekker banaantje eten? En gaan wij ze ook even ontbijten. Kane drinkt natuurlijk alleen nog maar moedermelk. Drinkt alleen nog maar aan de borst. En mama gaat zo'n broodje het overmaken voor ons. Lekker. Ja. Vond ik de bevalling van Marley makkelijker. Omdat ik toen veel rustiger was en veel meer ontspannen, zeg maar, de bevalling inging. En bij Kane was er natuurlijk heel veel zorgen rondom zijn gezondheid. Omdat hij dus te vroeg geboren zou worden. En dan in de bevalling blijft het in je achterhoofd zitten. En dat merkte ik wel, dat ik best wel gespannen was tijdens zijn bevalling. Gewoon het feit dat ze daar een heel kind even uitperst en dat ik daarbij mag zijn. En dat alles goed ging en dat hij gezond is en dat het met haar goed ging. Dat vond ik wel heel, heel fijn. Ga je lekker badderen? Het vader van de kind gaat goed momenteel. Hij is veel aanwezig voor allebei de kindjes. En hij is heel blij met zijn zoon. Dus dat is wel, ja, dat doet mij goed natuurlijk als moeder zijnde, dat die band er is. Yeah. En verder, ja, op relatiegebied werkt het gewoon niet. En soms moet je dat accepteren en op een andere manier verder gaan. Dus ik ben ook blij dat het gewoon goed gaat nu. Is het lekker? Krijg mama een hapje? Nee, wil je banaan helemaal voor jezelf? Lekker. Ja, hapje? Nee? We gaan nog geen hapje, we gaan mijn eigen banaan pakken. Papa. Oh, dag. Ja. Als ik denk aan meer kinderen, denk ik nee. Het is een heel groot rood bord met stop. Nee, ik wil absoluut geen kinderen meer. Ik heb altijd gezegd dat ik wil 2 kids, een jongen en een meisje. En dat heb ik gekregen en daar ben ik heel blij mee. Ze zijn allebei gezond en ik vind het genoeg zo. Blijf maar even zitten, dametje. Nee, anders gaan mama jou eruit halen. Kom maar, haal mama jou eruit. Nee, zei mama. Dankjewel. Kom maar. Kom bij mama. Ja, zo. Klaar. Ik weet ook van mijn zusje, ze is heel stellig. Ze zegt ook echt zo, nee, ik ben klaar. Ik heb een jongen en een meid en ik ben helemaal klaar. Ik heb er 2 en de boel gaat op slot. Ik zei, nou, dat is ook wel een beetje overdreven, hè, op slot. Nee, echt waar, Shireen. Ik ga mezelf laten helpen. Ik wil geen kinderen meer. Ik heb met de huisarts besproken dat ik een gesprek wil met de gynaecoloog in het ziekenhuis. Om te bespreken of ik klemmetjes op mijn eierstokken kan krijgen. Dat is niet zozeer definitief als in je kan nooit geen kinderen meer krijgen. Maar het is wel heel definitief als in je wordt niet zwanger als je het niet wilt. Ik zeg nooit, nooit. Idealiter ga ik in april weer naar school. Gaan beide kids naar de opvang. Ga ik mijn diploma halen aan het einde van het schooljaar. En ga ik dan HBO doen. En als ik dat heb afgerond, wil ik kijken of dat ik misschien een master ga doen. Of dat ik gewoon aan het werk ga. Dat is hoe nu mijn idealiter beeld eruit ziet. Een nieuwe partner. Poeh.
mocht het over een lange tijd, wanneer er ruimte en tijd voor is, zo zijn en het komt, dan komt het. En dan zou ik het niet zozeer afwijzen. Maar beste meneer mag wel van hele goede huizen komen, wilt hij een onderdeel kunnen maken van mijn gezin. Jongens en zo, nee, daar wil ik even helemaal niks van weten. Omdat ik zoiets heb van, je hebt nu 2 kindjes, je bent net mama. Super vruchtbaar? Nee. Laat het maar gewoon even zo voor wat het is. Gewoon rust, dat ze lekker kan genieten. Het volwassen worden, het mama zijn, het zichzelf ja, worden. Dat is wat ik haar gun. Doe je luier aan. Voordat je dadelijk gaat plassen op mama. Ik voel me compleet. Ondanks dat het zo vroeg was en zo snel achter elkaar. En het niet gepland is. Ben ik blij dat het nu wel zo is. Als ik straks 30 ben, dan zijn mijn kinderen 9 en 10 jaar. En dan heb ik gewoon rust. Dan is het gewoon echt fijn om gewoon weer een wat meer vrijheid te krijgen, zeg maar. Die ik nu dan wel niet heb. Maar goed, straks wel weer. Dus ja, ik ben tevreden zo. Het gaat goed. En daarmee komt een einde aan deze serie Tienermoeder weer zwanger. Maar niet getreurd, want de wens van veel kijkers gaat in vervulling. Mariah gaat vloggen. Hou de Telegraaf en Vrouw en onze YouTube-kanalen in de gaten voor het vervolg.